Het is niet het soort weg waar je veel huizen tegenkomt. Hoe bedoel je? Het ding is... We konden kiezen. Die mensen zeiden de fietsautostrade. Wat had hier de fietsautostrade? Ja. Kunnen we daar wandelen? Ja. Ah, ja. En ik zei, we gaan dat misschien toch niet doen, want er gaan te weinig huizen zijn. Ja, dus hebben we deze route gekozen. Ja. Win-win voor iedereen. Alleen wel voor mij eigenlijk, want ik ben aan het winnen. We kunnen gaan ruilen in de Lidl. Ja, bodemprijzen. Welkom bij de laatste aflevering. Van voor een appel, sorry, ik wist niet dat ik moest babbelen. Dus en een ei. Okay. Welkom, welkom. Welkom. Dat duurde veel te lang. Dat was een lange, nutteloze baan, maar we zijn bijna in Gent. Kom aan! Waar is Bordje Gent, Thomas? Is dat hier? Ja, ah! Oh. Rustig. Ah, die Westkleteren is in mijn binnen knalt. Maar je hebt wel een Westkleteren. Dat is waar. Eentje. We zijn in Gent. We zijn in Gent. Dus de laatste nootjes. Ze voelen superlicht. Thomas heeft niks bij. Hij heeft nog een fles linoleum, olie of wat? Tegelreiniger. Tegelreiniger. Ik heb nog van alles en nog maar. En de rest zit in de politieauto. Tot zometeen aan het station. Heel lang geen huis meer gezien. Ja, dat is wel wat. Mooie wandeltocht. Maar pak, daar zijn mensen thuis. Ga aanbellen, aankloppen. Er is geen huis, Thomas. Wat hè? Er is geen huis. Dat is geen huis. Ik ga hiernaast. Zullen we nog een huis hebben? Thomas, het is de eerste keer dat ik nog een huis zie. Super lang. Ik ga er even vanuit dat er niemand thuis is. Weer een dappere zondagse poging. What? Living together. Side by side. In stormy weathers. We're better alone. We were never together. Never alone, better together. Kun je niet? Eén van de twee. Ja. Oké, Thomas. Gent, we zijn in Gent. Centrum Gent bijna? Bijna, we zijn nu aan het station. Zijn aan het station? No. Nu nog naar de Korenmarkt? Ja, onze laatste. Aanbellen hier wordt echt heel moeilijk. Onze laatste fase. En dan moeten we daar iemand kiezen. Ja. Die. Die mag kiezen wie er gewonnen heeft. Ja, klopt. Wie mag je kiezen wie dat er mag kiezen? Wie mag je kiezen wie er bepaalt wie de winnaar is? Hebben we een idee? Ja. We staan hier nu aan het station. Station. Wie als eerste op de Korenmarkt staat, die mag kiezen wie dat er beslist. Wie er heeft gewonnen. Ah, maar dat werkt niet, Thomas. Want we moeten alle twee gewoon dezelfde richting uit. Daar en dan rechtdoor. Het is naar daar gericht. Mensen van Gent. Mensen van Gent. Naar daar of naar daar? Het snelste naar de Korenmarkt. Het is naar daar, naar de Korenmarkt. Stap jij naar daar, dat ik naar daar stap? De race is on, hè? Race is on. Salut. Salut. Yo, pisten. Pisten. Straks, hè? He has no clue. Echt waar? Ik ga niet stappen. Wacht tot dat er mee is. Ik ga met een tram. Love you, Mr. Positivo. Plot komt er in de grote stad en denkt hij, mannetjes. Ah, de Waregemse rijschool. Ik kom van Waregem. Die rijschool ook. Misschien moet ik ook onderweg nog een keer ergens aanbellen. Ik ben vrij zeker dat ik ga winnen qua hoeveelheid of hoeveelheden. Qua prijswaarde. En ik bedoel, ik heb dus een Westvleteren gekregen, dus. Komt goed. Ik volg gewoon de tramspoor. Allee, dat is de snelste weg. De snelste weg is via de tram. Hey, hallo. Bent u open? Ik kan een vraagje. Ik ben net van een ruiltocht terug. Wel, maar wat gaat dat voor de vragen? Ik weet niet wat je wilt voor een keer. Toch, wat dat wacht, hè? Je zou dat niet beter zelf uitdrinken, meneer? Alleen, ik wou ook een pols. Ja, dat wel. Houten, Korenmarkt. Zou Thomas nu ook aan het lopen zijn? Je merkt wel, als de zon erdoor komt, dan heb je al direct meer een gevoel van... Nice. Het hoofd laten hangen is helemaal voorbij. We zijn nu helemaal klaar om te gaan, gaan, gaan. Ik ben helemaal ingezoomd, dat is... Zebras, if not for Breiten, had ik al heel lang opgegeven. Ja, maar zonder Breiten heb ik hier niet gestaan hebben, oké? Okay? Nee, maar dat wil niet zeggen dat ik het niet leuk vind, maar dat ik wel zo veel sneller zou hebben van fuck deze jongen. Ik vind stappen leuker dan aanbellen. Wachten op Breiten, de man die wel eerlijk heeft gespeeld.
Brighton, sorry dat ik heb vals gespeeld. Het schuldgevoel hits me like a motherfucker. Ja, we hebben net telefoon gehad van Brighton. Waar ben je? In de Veldstraat. Love you. En hij heeft nog iets extra geruild, denk ik dan. Wil jij afleggen, want ik ben aan het bellen met mijn horloge en mijn handen zijn vol. Ik heb iets gekregen. Wat heb je gekregen, Brighton? Ik ga niet zeggen, het is een verrassing. Dus wij moeten zijn aankomst volgen. Als jij zou moeten kiezen, Julie. Ik kies Brighton. Als ik zou moeten kiezen, ik kies Brighton. Allee. Is... Waar? Dat kan niet! Brighton verdonk, wint. Wie? Van der Donk. Zij verdonk. Zij verdonk. Brighton van der Donk wint voor een appel en een ei. 2022, het enige en eerste wat? Voor een puzzel voor 6 jaar, een elektrische stem. Dat is niet waar. Waar, wie? Met dank aan onze lieve vrienden van Easy Ride. Met Robert? Ja, okay. Ik had een rare vraag misschien. Ja, iets ruil. Ik zou niet weten wat dat... Ja, dus ik heb dat schilderij. Die held kunnen ruilen, ja. Het moet niet, als je die staat van het liever niet, is ook oké. Nu zijn zeker weer eens een vriend. Ja? Ja, ja, ja. Nu zijn zeker over. En wat wilde ik graag in de plaats van schilderij of iets anders? Of een puzzel van 6 jaar? Ik weet niet of dat daar iets mee zegt. Als ik dat dus moet pakken, zou ik die puzzel met kleine pak niet lekker zetten. Ja, dat. Die puzzel? Ja. Oh, oké. Okay. Weet je die puzzel, hè, dat we gisteren... Ja, echt mondvol tanden. Het is wel kapot. Ja, oké, okay, maar je maakt dat keigoed. Wat? Ik ken iemand die dat kan maken. Is dat? Ik ben zwaar, zwaar, zwaar onder de indruk. Ik voel mij nog schuldiger, want ik heb niet gelopen. Ik heb een tram genomen. Sorry. Jongen, ik dacht dat kan niet sneller zijn dan... Ja, mij ook. Ja, de persoon die mij... Ja, jij mag kiezen wie dat er kiest. Maar nee, jij mag kiezen. Zelfs, jij bent gewonnen. Ja, nee, ja, ik heb een tram genomen. Ja, maar ja, kom. Sorry. Zijn je sneller geraakt aan die groep daar? Vraag jij? Nee, jij. Ah, ja. Mogen wij iets vragen? Voordat jullie uit elkaar spreken, helemaal Nederlands? Ja, ja. Ja, ik ben een acteur. Ja, ja. Ah, of Roemer Tumor. Ja, ja, ja. Het is eigenlijk belangrijk dat andere mensen ons komen vertellen wie van ons twee het best verzameld heeft. We gaan zelfs niet zeggen wie welke stapel heeft. Nee. Mooi, Joep. Ik zou zeggen, bekijk het eens op je gemak. Goed, dat zijn de twee... Het is wel wat spleten nog. Ja, dat is wat spleten nog bij, ja. De hond heeft gekozen. Ik kies voor de step, yes. Voor de step. Pakket met de step, ja. Ja, ik alles met de step heeft gewonnen? Ja. Ja! Ja. De step is wel kapot. Ik heb het net gewisseld voor de puzzel. Gefaald, niet normaal. Die man is echt een held. Wat verder? Easyride.be. Kijk, ik ga reclame maken direct. Dat is een bedrijf en die heeft dat gewisseld voor de puzzel. Is het echt de step die het hem heeft gedaan? Ja, ik denk het wel. Ik heb dat gekregen van de moeder van Niels de Stadsbader. Echt? Echt waar. Max. Ah, de Max. Ik was het al vergeten. Ja, enorm bedankt. Veel succes. Klap me, ja, precies. Zo terecht, zo terecht. Wij waren Thomas en Breiten. En dit is voor een appel en een ei. En merci voor het kijken. En het volgende dat je ziet is Thomas die een tatoeage krijgt. Uitkleden. Julie, wat gaan we doen? Thomas zijn gat zetten. Nee, niet op mijn gat. Oké, dat is weer waar. Ik ga genieten. Ik wil eerst en vooral vragen. Heb je goed nagedacht over wat ik moet zetten? Ja. Je vindt dat goed is? Draak past niet bij Thomas. We zetten iets bij Thomas dat hem verdient. Dat mijn persoonlijkheid samenvat. Maar vooral dat je verdiend hebt. Laten we gewoon starten. En we zien het resultaat zo meteen. Tof, hè, Breiten? Dit vind ik heel leuk, hè? Ja. Zo simpel kan het zijn. Wat dan? Zo simpel kan het zijn. Zijn je er content van die tatoeage? Ik vind het prachtig. Ik vind het ontroerend. Ik heb gekozen voor een zwart vak. Want dat was het minst dramatische. Want we hadden een beetje spijt van onze keuze.
van het festival. Ik zou ook niet blij geweest zijn met de, als ik verloren was. Maar dus, ik heb gewoon gekozen voor een klein vierkant zwart vak. En... het minst schadevakken dat je kon bedenken. Dank u. Dit was de laatste aflevering van Voor een Appel en een Ei. Ik weet niet waarom dat naar links ging.